We hebben al onze panelleden wat huiswerk gegeven en we hebben gevraagd aan hen om eens na te denken over één gouden tip met betrekking tot comfort in scholenbouw. Benieuwd wat dat heeft opgeleverd. Ik begin aan mijn linkerkant bij Frederik. Ik denk onze filosofie op kantoor is dat een goede school is voor ons het meest generieke, het meest algemene antwoord voor de heel specifieke vraag van een school of van een plek. En wat dat voor comfort in de praktijk wil zeggen is dat we heel sterk geloven dat wij moeten nadenken over een aantal lokalen die heel specifiek op niveau van comfort uitgerust zijn om een topcomfort voor die functie te bedenken. Maar dat we voor eigenlijk het grote deel van de school moeten nadenken en de afweging maken wat is het belangrijkste. Heel hoog in comfort gaan of een soort basiscomfort aanbieden, maar daartegenover wel een ruimte stellen die heel toekomstbestendig is, heel robuust en net de school die overmaat geeft om school te maken. En okay. Ik denk dat we heel bewust moeten zijn in onze keuzes. Ja. Een uitgebreide gouden tip, maar een goede tip. Ilse? Ja, ik zou zeggen, bekijk comfort binnen de gelaagdheid van een gebouw. Zodanig dat comfort op de verschillende schalen aanwezig is. Maar begin met degene waar je niks aan kunt veranderen in de komende jaren. Zorg dat die in elk geval in basis heel goed zit. Want de kleine dingen kun je achteraf nog aanpassen. Oké. Okay. Ton? Denk multifunctioneel. Een lagere school wordt 1000 uur gebruikt. Een jaar is 8760 uren. Als we kunnen zorgen dat er meer functies in een gebouw zitten, is er ook meer budget om investeringen te doen. Terugverdientijden worden interessanter. Er is meer budget voor comfort en voor energiezuinig. Ja, ja. Heel nuttige tip. Sarah? Ja, ik denk een van de kijkers is al gaan lopen bij mij een tip. Dat was keep it simple. Dus ik ga nu een tip geven naar de bouwheren. En dat is, denk op lange termijn en weet heel goed op papier te zetten wat dat je wilt. En maak daarbij een onderscheid tussen je basiseisen en je wensen. Prima. Dank u wel. Tot zover de tips van Frederik, Ilse, Toon en Sarah. Ik ben benieuwd naar de tips van de drie andere panelleden. Okay, ik ga dadelijk naar jullie tip vragen, maar nog heel even terug op het vorige thema circulariteit en duurzaamheid. In hoeverre zijn jullie daar mee bezig, Christophe? Ja, we zijn daar niet mee bezig. Dat zit gewoon in ons DNA. Ja. Al 80 jaar lang zit dat in ons DNA. Wij spreken voornamelijk over duurzame circulariteit. Mm-hmm. En dat gaat over drie zaken. Het eerste gaat over maak de juiste keuzes van het begin. Dus betrek de juiste partij van in het begin, zodat je een beter resultaat hebt achteraf. Mm-hmm. Zorg ervoor dat alles flexibel blijft, zodat heel vaak dingen kunnen hergebruikt worden en door verschillende mensen gebruikt kunnen worden. En kies het juiste product, misschien niet het goedkoopste, misschien in prijs niet het goedkoopste op het eerste moment, maar op die total life cost wel het goedkoopste op het einde van de rit. Ja. Isabel? Bij Moodle is dat inderdaad ook een van de pijlers, hè, duurzaamheid. En je kan dat toepassen op het product. Dat zit al vanaf de productontwikkeling erin. Waardoor dat wij een heel breed gamma hebben ondertussen met Cradle to Cradle. Minstens zilver, maar ook gold gecertificeerd. Daarnaast ga je natuurlijk kijken naar het recyclage en hergebruik van tapijttegels. En dit allemaal gaat meehelpen naar de circulariteit en de verschillende en de duurzaamheid van de gebouwen. Mm-hmm. En we gaan bijdragen tot de verschillende labels die een gebouw kan hebben, zowel van BREEAM als WELL. Dus ja, dan ga je kredietpunten met het type product dat je kiest ook kunnen verdienen. Mm-hmm. En Dirk, in hoeverre zit Shell in op duurzaamheid en circulariteit? Ja, ik sluit mij een beetje aan bij de andere paneleden. Het zit een beetje in ons DNA. Wij zitten als fabriek in Sauerland, dat is een heel groene omgeving, dus natuur is ons heel trouw. De producten bestaan hoofdzakelijk uit messing, wat een zeer circulair product is. Maar anderzijds ook in het concept van ons design. We zijn niet zozeer heel hard bezig met design, maar we maken een duurzaam design. Dat wil zeggen een design dat jarenlang meegaat. En om een voorbeeld te geven, onze eerste elektronische kraan die we op de markt gebracht hebben, de Puris, die is meer dan 25 jaar oud. Techniek in de kraan is wel veranderd, maar van design is die nog altijd hetzelfde. Dat houdt dus ook in, als je
op een bepaald moment een gebouw gaat uitbreiden of je gaat een gebouw gaan herbestemmen, dat je zelfs dezelfde kranen nog altijd bij kan plaatsen in het gebouw. Dus ook een vorm van bij te dragen in die circulariteit. Mm-hmm. En bijkomend is het ook zo dat wij Briam label enzovoort, dat we daar ook de nodige stappen in genomen hebben en al die labels dus ook daar een toevoeging kunnen aan doen voor het label te behalen binnen gebouwen. En dan ben ik nu benieuwd naar jullie gouden tips. Christophe, ik ga met u beginnen. Ja, de eerste gouden tip is durf te veranderen, zodat er genoeg diversificatie is, dat zoveel mogelijk mensen in beweging blijven. Oké, prima. Isabel? Ik heb het chauvinistisch genomen. Ik denk dat we gehoord hebben dat iedereen van duurzaamheid, circulariteit en goede kwaliteit in zijn vaandel draagt. Dus daar staat iedereen gelijk. Als je dan de mogelijkheid hebt om iets lokaal te kiezen, zou ik zeggen, doe dan ook iets Belgisch. Ik sta daar natuurlijk voor Modlis achter dan. Ja, oké. Erik? Ja, vergeet die kleinste kamer niet en ook al de rest niet van het sanitair in het gebouw. Wij dragen bij tot het behoud van water, wat ons hoogste goed is. En bovendien, je zet toch ook voor een stuk met de producten in op een stuk gezondheid, wat toch ook heel belangrijk is, hebben we de laatste jaren echt wel gemerkt. Mm-hmm. Oké, dank u wel.